kampen als deze zaten in Indië toen Japan capituleerde, vele tienduizenden Nederlanders en Indische Nederlanders geïnterneerd. Duizenden anderen waren als krijgsgevangenen te gronden gegaan. Bezweken waren ook enkele honderdduizenden Indonesische dwangarbeiders. Slechts enkele werden gered. Dat gebeurde in een periode waarin op Java meer dan 2 miljoen Indonesiërs van honger omkwamen. Natuurlijk waren Duitsland en Japan verschillende staten met een verschillende achtergrond, geschiedenis en traditie. Maar al spoedig zou blijken hoezeer ze als bezetters gelijk waren. In onderdrukking, in ontkrachting van nationaal gevoel, in minachting voor menselijke waarden. Indië onder de Japanners was het slachtoffer van een heerszucht, een drang naar wereldheerschappij die ontstaan had kunnen zijn in Berlijn. Het hele gebied dat Japan in de lente van 1942 in handen had, noemde het de Groot-Oost-Aziatische welvaartssfeer. Alle volkeren die er woonden, in China, in Thailand, in Birma, in het vroegere Nederlands-Indië, moesten Japans gezag en Japanse leiding aanvaarden. Bestuurlijk werd de Indische archipel gesplitst in drieën. Het grootste, maar minst bevolkte deel werd bestuurd door de Japanse marine. Sumatra door een Japans leger. Java door weer een ander Japans leger. En het was daar dat de Japanners de Indonesiërs, en dan vooral de jongeren onder hen, onmiddellijk achter zich trachten te krijgen in het kader van een grote propagandistische actie. Die actie ging ervan uit dat Engeland en Amerika definitief waren verslagen door Japan, dat de ketens van de westerse overheersing had verbroken. De leus was: het licht van Azië is Nippon, Japan. De beschermer van Azië is Nippon. De leider van Azië is Nippon. Driemaal Azië, de driemaal A-actie. En inderdaad, op vrij veel jongeren kreeg die actie aanvankelijk vat. Maar de voormannen van de nationalistische groeperingen, die hadden gehoopt een eigen regering te kunnen vormen, waren diep teleurgesteld. En ook andere Indonesiërs ergerden zich eraan dat alles Japans was wat de klok sloeg. Onder Japanse leiding begon een nieuw dagblad te verschijnen. Asia Raya, Groot-Azië. U ziet hier het nummer van 23 juli van het jaar 2602. De christelijke jaartelling was door de Japanse vervangen. En zoals in Japan de burgers steeds moesten buigen in de richting van het keizerlijk paleis, zo moest men dat nu ook in Indonesië doen. Japan kende in steden en dorpen publieke luidsprekers, zodat iedereen op straat belangrijke toespraken of nieuws van bijzondere betekenis kon horen. Op deze opname het nieuws van de overval op Pearl Harbor. Dat bevorderde de gelijkheid in het denken en voelen. Maar precies diezelfde publieke luidsprekers kwamen er in alle Indische steden en desa's. Alleen al op Java werden het er duizenden. Die waren natuurlijk van veel belang, omdat het overgrote deel van de Indonesiërs niet kon lezen. Op de lagere scholen, alle Europese werden gesloten, moest per week 7 uur les worden gegeven in het Japans. Daar kwam vaak niet veel van terecht. Verder gingen Japanners alle hogere posten in het bestuursapparaat bezetten.
In de Nederlandse tijd waren bij de overheid en haar diensten in heel Indië nooit meer dan 15.000 Nederlanders en Indische Nederlanders betrokken geweest. Maar alleen al op Java kwamen er 23.000 Japanners die een officiële functie kregen. Nederlanders en Indische Nederlanders werden uitgeschakeld. Hun handelsvoorraden werden geroofd. Hun ondernemingen overgenomen door Japanners. Uit de overheidsdienst werden ze verwijderd. Ze kregen geen pensioenen meer. Er werd hun een vermogensheffing opgelegd. Hun radio-uitzendingen in het Nederlands werden na enige tijd gestaakt. Er bleef hen op Java maar één dagblad in het Nederlands over, althans een tijd lang. Ze moesten voorts hun radio's inleveren. Toestellen van Indonesiërs werden verzegeld, zodat alleen naar de Japanse uitzendingen kon worden geluisterd. Nederlandse vlaggen en alle andere Nederlandse symbolen moesten worden ingeleverd. Postzegels met de beeldenaar van koningin Wilhelmina bleven nog een jaar lang in circulatie, met een Japanse opdruk overigens, maar dat alleen omdat het Japanse bestuur niet onmiddellijk geheel eigen postzegels in omloop kon brengen. Van de bestuurs- en politiefunctionarissen werden al van april 1942 af duizenden gearresteerd en opgesloten. Allen die voorlopig in vrijheid bleven, moesten zich van een persoonsbewijs voorzien. Daar moest elke man 150 gulden, elke vrouw 80 gulden voor betalen. En zo'n paparas was behoorlijk ingewikkeld. Natuurlijk zat er een foto op. Ook was er een vingerafdruk en verder was er een reeks van persoonsgegevens. Werd je op Java als Indische Nederlander of Nederlandse niet geïnterneerd, dan kon je alleen een spoor- of autobuskaartje kopen als je je persoonsbewijs kon laten zien. En dat alles werd door de Indonesische politie, die aan de Japanners alle medewerking verleende, graag en scherp gecontroleerd. Er was in 1942 al bij die Nederlanders en Indische Nederlanders op Java sprake van een enorme verarming. Uit bezet Nederland kon je, zei het met moeite, ontsnappen. Maar uit bezet Indië, dat door de Indische Oceaan was gescheiden van geallieerd gebied, was dat praktisch onmogelijk. Midden 1942 is het aan drie Nederlanders, Cornelis van der Star, Willem Stokhuizen en Frans van der Veen, gelukt om met een klein zeilschip te ontsnappen uit Priok, dwars over de Indische Oceaan naar het Engelse eiland Rodriguez, 5000 kilometer verderop. Ze deden er 31 dagen over. En enkele maanden later slaagde sergeant-majoor H.J. de Haas. Hij is later als geheim agent ingezet en omgekomen, erin om met vier metgezellen van Java in etappes een haventje in Australië te bereiken. Een tocht van bijna drie maanden. Zo'n tocht is nadien niemand meer gelukt. Daarvoor was de Japanse controle ter zee te scherp en waren de afstanden te groot. Bovendien, als blanke, of ruimer als niet-Indonesiër, viel je onmiddellijk op. Is er verzet gepleegd? Ja. Er is op grote schaal clandestien onderwijs gegeven. En er zijn omvangrijke organisaties ontstaan om degenen die door de verarming in nood waren geraakt financiële en andere hulp te bieden. Is er illegaal werk verricht? Ook dat. Er hebben zich enkele inlichtingengroepen gevormd die helaas op het onoplosbare probleem stoten hoe ze hun gegevens aan de Nederlandse en de geallieerde autoriteiten konden doorgeven. Geheime radioverbindingen waren er niet. Vooral op Java en Sumatra zijn er groepen tot stand gekomen die er zich op voorbereiden dat ze iets van gezag konden uitoefenen als eens de Japanners zouden zijn verdreven. Dergelijke groepen, die vaak Ambonese of Timorese militairen, oud-leden van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, konden inschakelen, deden dan hun best om niet alleen inlichtingen te verzamelen, maar ook wapens bijeen te brengen. Een activiteit waarop de Japanners, als ze het ontdekten, steeds reageerden alsof ze door een horzel waren gestoken. Op Java zijn in en bij Bandung de groepen van meester L.J. Welter en van een militair, kapitein Reinder de Lange, de belangrijkste geweest. Zij hebben beide voor hun werk geld ontvangen van ingenieur Frans Kramer, voorzitter van het steuncomité in Batavia.
Welter en De Lange zijn door de Japanners onthoofd. Kramer is in gevangenschap bezweken. Maar zo zouden we nog velen meer kunnen noemen. En bij dat alles moeten we opmerken dat illegaal werk in bezet Indië nog veel en veel moeilijker en gevaarlijker was dan in bezet Nederland. Je kon soms hulp krijgen van de Chinezen, maar praktisch nooit van de Indonesiërs. Ambonezen en Timorezen uitgezonderd. Erger nog, tot het einde toe waren de Indonesische leden van de door het Nederlandse gouvernement opgerichte politieke inlichtingendienst toegewijde helpers van de Japanners. Speciaal van de gevreesde Japanse militaire politie, de Kempeitai. Die telde alleen al op Java 700 functionarissen. Al die functionarissen waren vergeven van achterdocht. Elk bedrijfsongeval hielden ze voor sabotage. En als een arrestant niet onmiddellijk zei wie hem bij die zogenaamde sabotage hadden geholpen, dan werd hij of zij gruwelijk gemarteld. Martelingen lieten de Japanners vaak uitvoeren door de Indonesiërs van de politieke inlichtingendienst. Naar schatting hebben alle moeilijkheden en dreigingen ten spijt enkele duizenden Nederlanders en Indische Nederlanders reëel illegaal werk gedaan of een tijd lang een illegaal bestaan geleid. Bijna alle zijn de Kempeitai in handen gevallen. Door de verhoren zijn honderden bezweken, andere honderden zijn ter dood veroordeeld. Alleen al door de Japanse militaire rechtbank in Batavia 500. Maar een veroordeling tot gevangenisstraf stond vaak gelijk aan een doodvonnis. Want van die gevangenen zijn veruit de meesten, in sommige gevangenissen wel 90%, verhongerd of te gronde gegaan door het ontbreken van elke vorm van medische zorg. Ook honderden Ambonezen zijn slachtoffer geworden van de terreur van de Kempeitai. En op Borneo, nu heet het Kalimantan, in het gebied van Pontianak, is door die Kempeitai het sultansgeslacht uitgeroeid. En zijn meer dan 1000 Chinezen zonder vorm van proces doodgeschoten of onthoofd. Op Java was er onder de Indische Nederlanders sprake van een voortdurende angst voor de Kempeitai. Zij moesten vechten tegen de maatschappelijke ondergang. Een klein groepje was pro-Japans. De overigen voelden de voortdurend herhaalde registraties als een last en als een bedreiging. In het laatste oorlogsjaar werd op de jongeren onder hen sterke pressie uitgeoefend om zich demonstratief van Nederland los te maken. Weigeringen op grote schaal leidden er toen toe dat meer dan 1000 van die jongeren werden gearresteerd en ook van hen hebben velen de gevangenschap niet overleefd. Intussen zijn op Java de meeste Indische Nederlanders niet geïnterneerd. Buiten Java wel. In die buitengewesten begonnen de interneringen kort na de komst van de Japanners. Op Java de internering van hoofdzakelijk de Nederlanders in de periode van september 42 tot maart 1943. Alleen een paar duizend die door hun functie op economisch gebied voor de Japanners van belang waren, bleven nog iets langer in vrijheid. Wat we moeten onderstrepen is dit. Nergens in het hele Japanse machtsgebied hebben die burgergeïnterneerden het zo moeilijk gehad als in Nederlands-Indië. Alleen in Nederlands-Indië zijn de gezinnen gescheiden. Mannen en oudere jongens kwamen terecht in aparte kampen. Toen de vrouwen geïnterneerd werden, hadden velen iets van huisraad kunnen meenemen. Maar voor de mannen, van wie op Java duizenden eerst in de gevangenis hadden gezeten, gold dat niet. Mannen kunnen verder in het algemeen slechter voor zichzelf zorgen dan vrouwen. Er zijn dan ook in die interneringskampen meer mannen dan vrouwen gestorven. Heel veel vrouwen, u ziet hier en ook straks, opnamen die vlak na Japans capitulatie zijn gemaakt, vonden steun in het feit dat ze voor de kinderen moesten zorgen. Als jongens een bepaalde leeftijd hadden bereikt, vaak die van 14 jaar, maar soms die van 8, dan werden ze uit een vrouwenkamp naar een mannenkamp overgeplaatst. Een scheiding die op menigeen een traumatisch effect had. In bijna alle kampen was er steeds minder te eten. In het laatste oorlogsjaar kreeg men er niet meer dan een hongerrantsoen. Enkele keren kwamen er in Indië zendingen voedselpakketten aan, voor de verzending waarvan zich ook de Nederlandse regering in Londen moeite had gegeven. De meeste van die pakketten werden door de Japanners gestolen.
Contact tussen de mannenkampen en de vrouwenkampen werd praktisch nooit toegestaan. Dat was vooral een kwelling voor degenen die ziek werden. Er waren in veel kampen wel mannelijke of vrouwelijke artsen onder de geïnterneerden. Maar er was altijd een schreeuwend tekort aan geneesmiddelen. Van de bijna 100.000 geïnterneerden zijn meer dan 15.000 in de kampen bezweken. Soms konden medicijnen naar binnen gesmokkeld worden. In het begin konden ze ook worden gekocht, want aanvankelijk waren de kampen niet afgesloten. Maar dat werden ze na enkele maanden wel. En dan lag je daar zonder dat je wist hoe het met diegenen ging die je het dierbaarst waren. Ook had je er maar weinig idee van hoe het met de oorlog ging. Alleen op Java kreeg je af en toe exemplaren van een Japans nieuwsblad. Daarin was altijd sprake van Japanse overwinningen. Amerikaanse luchtbasis in China gebombardeerd. Dan wist je dat die bases er waren. Evacuatie van Rome bevolen. Dus werd Rome bevrijd. Aldus het nummer van 12 juni 2604. Dat wil zeggen 1944. Maar geen woord, toen niet en ook later niet, over de geallieerde invasie in Normandië, die op 6 juni was ingezet. Alleen in sommige kampen wist men, in diep geheim, met verborgen ontvangertjes, het geallieerde nieuws op te vangen. Het was riskant werk. De Japanners straften ongenadig. De reacties van de leden van hun kampstaven waren vaak onberekenbaar. Dragers waren het duidelijk van een andere cultuur. Wat voor hen vanzelf sprak, die buiging, vaak 2 maal per dag in de richting van het keizerlijk paleis, werd door de geïnterneerden gevoeld als een zinloze, vernederende vertoning. Telkens opnieuw een opgelegd achter de omheining van gevlochten bamboe, die hun maar een glimp van de buitenwereld toestond. Opgelegd door de kampstaven. Opgelegd door bewakers die hun konden voorkomen als wezens van een andere planeet. En grilliger, wreder nog dan de Japanners, konden zich soms de Koreanen gedragen. Die zich, enkele duizenden, hadden laten aanwerven in het vooruitzicht goede betrekkingen te krijgen. Die niet meer te doen kregen dan geïnterneerden te bewaken. En die op hun beurt door de Japanners, die zich ver boven hen verheven voelden, werden getreiterd. Dat gevoel, wij zijn beter, bepaalde ook de houding van de Japanners tegenover hun krijgsgevangenen. Aan de toenmalige Japanse militair was het ingehamerd dat hij zich nooit mocht overgeven. Dus minachtte hij troepen als die bijvoorbeeld in Singapore, die dat wel hadden gedaan. Japanse soldaten werden door hun officieren zo hard aangepakt dat in Japan bij de oefening van dienstplichtigen vaak zelfmoorden voorkwamen. Maar de laagste Japanse militair voelde zich nog ver verheven boven al die geallieerde wapendragers die, conform de normen die in hun samenleving golden, de strijd hadden gestaakt. Begin 1943 werden op Java geallieerde krijgsgevangenen gedwongen om te figureren in een film die bestemd was om boven Australië te worden uitgeworpen. Die film deed het voorkomen of die krijgsgevangenen keurig werden behandeld. Het was alles schijn. Het kruis dat bij die gefilmde godsdienstplechtigheid werd gebruikt, was van karton. De Japanse officieren wisten dus heel goed welke internationale regels golden voor de behandeling van krijgsgevangenen.
Trouwens, de Japanse regering had begin 1942 doen weten dat ze zich aan die regels zou houden. Maar die regering had geen enkele greep op het beleid dat officieren van leger en vloot ver van huis wensten te voeren. Evenals elders werden op Java de militairen, wier commandanten gecapituleerd hadden, grote kampen binnengevoerd. Er zijn enkele Japanse opnamen van het werk dat ze moesten doen. Een zuiverder beeld van hun bestaan geven tekeningen, zoals een hunner, Charles Burkey, ze maakte. Ontsnappen was levensgevaarlijk. Soms gutste een tropische regen neer, soms brandde de tropische zon. Meestal was er te weinig te eten en het menu kende niet veel afwisseling. Sommigen bouwden primitieve oventjes om er wat voedsel bij te kopen. Dat kon je dan verhandelen. Anderen wisten koffie naar binnen te smokkelen. Zo kon je aan sigaretten komen. Er waren er die hun kleren verkochten om er te kunnen roken. Maar het bestaan van de krijgsgevangenen was al in hun oorspronkelijke kampen omgeven door gevaren. De Japanners hebben de burgergeïnterneerden vaak van het ene kamp verplaatst naar het andere. En elke verhuizing was een ramp. Maar met de krijgsgevangenen hebben ze nog veel meer gezeuld. Gouverneur-generaal van Starkenborg, die als krijgsgevangene werd beschouwd, en generaal Ter Poorten, eerst bij Bandung in een gevangenis opgesloten, werden eind 1942 naar Batavia getransporteerd. Begin 1943 verdwenen ze met andere hooggeplaatsten naar Formosa, het tegenwoordige Taiwan, en vandaar belanden ze uiteindelijk in Mantsjoerije. Birma was kort na Nederlands-Indië door Japan veroverd. Het Japanse leger dat daar vocht werd over zee bevoorraad via de havens van Moulmein en Rangoon. Maar de Japanse schepen werden zozeer aangevallen door Engelse onderzeeboten en bommenwerpers van Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka, uit, dat het Japanse opperbevel besloot grote aantallen krijgsgevangenen en inheemse werkkrachten in te zetten om 3 militaire vliegvelden aan te leggen en, aan 2 kanten beginnend, een spoorweg die Bangkok zou verbinden met de lijn die in Birma al liep naar Rangoon. Meer dan 400 kilometer, smalspoor, dwars door het tropische oerwoud. Die spoorweg is er gedeeltelijk nog. Op dat moeilijke traject moesten talrijke spoorbruggen worden gebouwd, bij elkaar 14 kilometer spoorbrug. Voor het werk werden bijna 200.000 inheemse werksoldaten, romusha's, zoals de Japanners ze noemden, en meer dan 60.000 krijgsgevangenen naar Thailand en Birma getransporteerd, uit Indië per schip. Onder hen was de cabaretier Wim Kan. Dr. Lou de Jong interviewde hem in 1963. Het schip zou behoorlijk zijn geweest als er misschien een 400 krijgsgevangenen mee vervoerd waren. Maar we zijn met ons 1700 in dat schip geduwd. Niemand kon toen nog geloven dat dat maar een korte of eventueel een lange reis zou worden. Maar het was zo opeengepropt en gedaan daar, dat iedereen dacht, nou, dat zal hem wel onrust worden of zo, waar we heen gaan, maar niet zo ver. Tot we daar aan boord waren en toen verschillende orders kregen van, ja, je mocht alleen aan dek met toestemming van de commandant en dan konden we 2 maal per dag een pannetje warm
kokend water gaan halen en zo. Toen begreep natuurlijk iedereen wel dat het een verre reis zou worden. U zat met z'n allen in die ruimen? Ja, in die ruimen. Die hadden ze zo gemaakt dat ze hadden dus anderhalf à twee meter boven elkaar hadden ze dat gemaakt. In hun gewone normale ruimte. Dus het was gewoon een vervoer van beesten. En zijn er nog gezaghebbende Japanners geweest die daar naar kwamen kijken, zodat ze wisten wat de omstandigheden waren waaronder dat vervoer plaatsvindt? Ja, vlak voordat het schip dan eindelijk wegvoer, toen is er dan een hooggeplaatste officier. Die is daar dan een Japanse officier, die keek dan naar beneden in die toestand. Die zag dus dat ruim vol met al die krijgsgevangenen. Ik zal dat nooit vergeten, zo kijkt de duivel in zijn hel, geloof ik. Wie ontscheept was, begon met een zware voettocht onder bewaking naar een van de primitieve zogenaamde basiskampen. Van daaruit ging men naar een werkkamp. Er moest soms 30 uur aan één stuk worden gewerkt. Er was veel te weinig eten. Talloze zieken moesten worden overgebracht naar ziekenkampen, waar artsen onder de krijgsgevangenen hun best deden om levens te redden. Van de bijna 200.000 inheemse werkkrachten, van wie tienduizenden van Java afkomstig waren, zijn misschien wel 170.000 gestorven. Van de ruim 60.000 krijgsgevangenen, 10.000. Er waren onder die krijgsgevangenen 18.000 militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger en van de Koninklijke Marine. 3.000 van hen zijn aan die Burma-spoorweg bezweken. Die verbinding werd in november 1943 door de Japanners in gebruik genomen, ten einde een groot offensief in Burma te kunnen inzetten. Elke biels heeft een mensenleven gekost. Dat Japanse offensief in Burma is mislukt. Een deel van de krijgsgevangenen bleef in Burma achter. Anderen begonnen aan nieuwe marsen. Naar stations en havens. Op weg naar Singapore, naar Indochina, naar Japan. Net zo'n verbinding als de Burma-spoorweg werd aangelegd in het laatste oorlogsjaar. Het was de kortste weg tussen Singapore en Padang in midden Sumatra. Meer dan 200 kilometer, weer door moeilijk terrein. Hetzelfde harde werk, dezelfde onderkomens, dezelfde begraafplaatsen. 700 krijgsgevangenen werden daar ter aarde besteld. 17.000 inheemse werkkrachten kwamen erom, weer velen van Java. Andere krijgsgevangenen moesten Java verlaten om vliegvelden aan te leggen op Flores en op de Molukken. Nog anderen werden getransporteerd naar Japan. Die tocht, in stinkende ruimen, duurde aanvankelijk 3 tot 4 weken, maar later, toen de Japanse schepen door zware verliezen werden gedwongen onder de kust te blijven, wel 2 tot 3 maanden. Meer dan 10.000 krijgsgevangenen van allerlei nationaliteiten zijn verdronken doordat hun schepen werden getorpedeerd. Ook in Japan moest van barakkenkampen uit hard worden gewerkt door velen in de mijnen. In totaal zijn meer dan 40.000 Nederlanders en Indische Nederlanders krijgsgevangenen van de Japanners geworden. Meer dan 8.000 zijn omgekomen, vele honderden in Japan zelf. Ook in de laatste fase van de oorlog, als gevolg van de bombardementen die zware Amerikaanse bommenwerpers toen konden uitvoeren, gebruikmakend van bases op eilanden in de Pacific, die na harde strijd op Japan waren veroverd. In december 1941 was de overval op Pearl Harbor van Japanse kant een ontzaglijke gok geweest. Wel waren alle slagschepen van de Amerikaanse Pacific Fleet buiten gevecht gesteld, maar 3 Amerikaanse vliegkampschepen waren tijdens die overval buitengaats. Het eerste wat de Amerikanen toen deden was via de eilandengroepen tussen Hawaï en Australië een hechte verbindingslijn opbouwen. Australië en nationalistisch China
werden toen gezien als de twee gebieden van waaruit de grote aanval op Japan zelf moest worden ingezet. En al in juni 1942 kwam het grote keerpunt in de oorlog in de Pacific. De Japanse vloot waagde zich voorwaarts om de Amerikaanse basis Midway te veroveren. De Amerikanen, die belangrijke Japanse codes hadden gebroken, wisten dat sterke Japanse eskaders naderden. En in de slag bij Midway verloren de Japanners 4 van hun 10 vliegkampschepen met een groot aantal van hun beste piloten. Nadien bouwde Amerika 2 zoveel vliegkampschepen als Japan. De Amerikaanse staalproductie werd 13 zo groot als de Japanse. Wel ging van de Amerikaanse wapenen ruim de helft naar het Europese oorlogstoneel. Maar wat voor de Pacific beschikbaar kwam, gaf Amerika een enorme superioriteit. Vooral ook in de lucht. En die superioriteit werd aangewend om van eiland tot eiland te springen. Was dan zo'n eiland veroverd, dan werden er onmiddellijk nieuwe vliegvelden aangelegd die een nieuwe grote sprong voorwaarts mogelijk maakten. De strijd in het tropische oerwoud, zoals op Nieuw-Guinea, was buitengewoon moeilijk. Moeilijker nog dan het vechten in het oerwoud was het landen op nagenoeg kale koraaleilanden. Japanners verdedigden zich hier tot vrijwel de laatste man. Het was al veel als er van een garnizoen van duizenden Japanners 10 of 20 krijgsgevangenen werden gemaakt. In het kader van dat zogenaamde island hopping bereikten de Amerikanen in 1944 Nederlands-Indië. Ze landden in april op Nederlands Nieuw-Guinea. Japanners werden er de binnenlanden ingedreven waar ze bijna alle te gronden zouden gaan. Het was een nog veel zwaardere nederlaag voor Japan dat de Amerikanen midden 1944 2 eilanden in de Marianen veroverden. Opnieuw kwam het tot zware strijd. Die bases in de Marianen waren voor Amerika vooral van belang omdat ze van daaruit met hun zwaarste bommenwerpers Japan zelf konden gaan bestoken. Zeker de Engelsen vochten in Burma en maakten daar ook wel vorderingen. Alle moeilijkheden van het terrein ten spijt.
Maar in 1944 stond voor de Amerikanen al vast... wij gaan niet via China, maar via de Filipijnen. En de eilandengroepen bezuiden Japan recht op het hart van Japan af. Ja, de oliewingebieden Tarakan en Balikpapan werden heroverd. Maar de Amerikanen waren niet geïnteresseerd in een herovering van Java. We komen daar volgende week op terug. Op Java nu hadden de Japanners in 1942 getracht de inheemsen te winnen met hun 3x A-actie. En die sloeg niet erg aan. Het gevolg was dat het Japanse militaire bestuur een beroep deed op de nationalistische voorman, die midden 1942 uit Sumatra, waar het Nederlandse gouvernement hem destijds had vastgehouden, arriveerde in Batavia, Sukarno. Voor hem stonden toen twee dingen vast. Hij wilde een onafhankelijk Indonesië zien ontstaan en hij was ervan overtuigd dat Japan niet meer kon worden verslagen. Dus ging hij met de Japanners in zee. Doordat de Japanners steeds zwakker kwamen te staan, deden ze in hun hele machtsgebied concessies aan de nationalisten. Die mochten in China, in Birma en op de Filipijnen een eigen bewind vormen. In feite bleven de Japanners er de baas en was er dus van echte onafhankelijkheid geen sprake. Maar in Indonesië, dat door zijn grondstoffen zo belangrijk voor hem was, hielden ze de nationalisten op afstand. Wel gingen ze, vooral op Java, waar ze niet veel meer dan 20.000 man aan eigen troepen hadden, op grote schaal over tot het aanwerven van vrijwilligers voor de echte militaire strijd en voor een soort volksguerrilla. Er kwamen tienduizenden hulpsoldaten naar voren, heigo's. De helft van hen zou ver van Java sneuvelen of op andere wijze te gronde gaan. Er zijn duizenden Ambonezen, Molukkers geweest, die alle Japanse druk ten spijt weigerden in Japanse militaire dienst te gaan. Er kwam op Java een vrijwilligersleger van een kleine 40.000 man. Wapens waren er maar voor de helft. De opleiding van dat vrijwilligersleger en van andere korpsen drukten de Japanners hun stempel. In september 1944 deden de Japanners aan Sukarno en zijn nationalisten enige beperkte concessies. Het hoofd van hun militair bestuur op Java deelde mee dat Indonesië te eniger tijd onafhankelijk, zogenaamd onafhankelijk, zou worden. Maar dat nu al de rood-witte vlag der Indonesische nationalisten werd erkend en dat hun lied, het Indonesia Raya, betekent Groot Indonesië, vrij mocht worden gezongen. Sukarno uitte zijn dank. Kami berjanji akan bekerja sepenuh-penuh tenaga bersama dengan pemerintah bala tentara agar supaya kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timur Raya lekas tercapai. Percayalah Paduka Yang Mulia Panglima Besar bahwa kami akan setia menjalankan kewajiban yang kami terima untuk menyelenggarakan cita-cita yang suci yang dituju oleh bala tentara Dai Nippon. Sukarno besefte toen wel dat Japan de oorlog zou gaan verliezen. Maar hij was nu eenmaal met de Japanners in zee gegaan en hij bleef dat doen.
Er was in Batavia, het heette nu weer Jakarta, sprake van enig vreugdebetoon. De meeste Indonesiërs hadden overigens van hun Japanse meesters schoon genoeg. Er waren hongersnoden die, zoals we al zeiden, op Java meer dan 2 miljoen Indonesiërs deden sterven. Verder werden honderdduizenden mensen aangeworven om voor bepaalde perioden zich bij hun woonplaats beschikbaar te stellen als romusha, als werksoldaat. Er zijn bovendien van Java in totaal meer dan 300.000 Romusha's naar elders overgebracht. En van hen zijn meer dan 200.000 bezweken. Sukarno meende als Romusha het goede voorbeeld te moeten geven. In mei 1945, toen heel Nederland was bevrijd, bracht hij een bezoek aan Celebes, nu Sulawesi. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Maar voor Sukarno's beschermer Japan naderde de complete nederlaag. Duizenden zelfmoordpiloten kwamen zich aanmelden. Door de aanvallen van die kamikaze-piloten werden 10.000 Amerikaanse militairen gedood of gewond. Maar het tij was niet te keren. In Japan werd stad na stad door de Amerikaanse luchtmacht gebombardeerd. In Tokio waren er in één nacht 80.000 slachtoffers. De oorlog was anders gelopen dan hij had gewild. Maar keizer Hirohito wist, het einde nadert. Twee atoombommen bezaten de Amerikanen. Aan president Truman was meegedeeld, moeten wij in Japan landen en vechten de Japanners tot het uiterste, dan kan dat aan een miljoen Amerikaanse militairen het leven kosten. Hij besloot die twee superwapens te gebruiken. Eén atoombom op Hiroshima. Tweede trof Nagasaki.
op dat kritieke moment, en terwijl ook nog de Sovjet-Unie Japan de oorlog had verklaard, stelden tegengestelde adviezen van zijn officiële raadgevers keizer Hirohito in staat om te zeggen, nu is het uit. Voor het eerst van zijn leven sprak hij voor de radio. De Japanners luisterden naar hem in een mengsel van verdriet, verbijstering en eerbied. En ze gehoorzaamden. Het was toen 15 augustus 1945. Twee dagen later riep Sukarno in Jakarta de onafhankelijkheid uit van de Republiek Indonesië. En in aanwezigheid van hem en Hatta, president en vicepresident, werd plechtig de rood-witte vlag gehezen. De onafhankelijkheidsproclamatie droeg een datum in de Japanse jaartelling. Dat feit symboliseert de steun die de Japanners aan het Indonesische onafhankelijkheidsstreven hadden verleend. En het is vooral die Japanse steun geweest waardoor in die tijd hier en in Indië de meeste Nederlanders en Indische Nederlanders Sukarno niet hebben kunnen zien als meer dan een collaborateur met Japan. En dat is hij natuurlijk geweest. Maar hij was ook de grote nationalistische voorman. De figuur die de wil symboliseerde van de meeste ontwikkelde Indonesiërs en vager ook van de brede massa om op eigen benen te staan. En vooral daardoor, en doordat wij geen eigen krachten ter plaatse hadden, heeft Nederland zijn gezag, dat in 1941 nog onaantastbaar leek, in de maanden dus waarin Japan nog aarzelde of het zich in het avontuur van de Tweede Wereldoorlog zou starten, dat gezag heeft Nederland niet kunnen herstellen.